Zijn we er klaar voor, jongens? Sokker! En ga jij met mij mee? Goedemorgen, jongens, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Het is een niet zo leuke dag, want we gaan naar huis. En ik vond het heel chill deze vakantie. Lekker 9 dagen uitgerust, gechilled, leuk met mijn vrienden geweest. Maar het einde is nu in zicht. En ik heb een hekel aan vliegen. Dus dat wordt nog wat. Althans, ik stap wel in en ik ga wel zitten uiteindelijk. Maar ik kun er zo over nadenken. Ook helemaal niet goed. Maar goed. Ja, weet je. Soms moet je dingen doen die iets minder leuk zijn om je doel te bereiken. En dat is in dit geval Nederland. Dus dat. Ik ben mijn koffer aan het pakken. Alles is in principe klaar nu. En dan ga ik zo even chillen. Oh, dit is natuurlijk nog leuker, want ik ga niet alleen naar Nederland. We kwamen met 6 en gaan terug met 8, want Nikki heeft een kat geadopteerd uit asiel. En ik neem Sokker mee, die nog op zoek is naar een baasje. Dus mocht je nou iemand zijn of kennen die een hond zoekt, laat me even weten. Stuur me een berichtje op Instagram, een privébericht. Wellicht kan ik je meer vertellen over de hond. Wel graag alleen een berichtje sturen bij echt serieus interesse, want ja, anders is het voor mij niet te doen. Superleuk hondje, ik ga hem zo laten zien, maar die gaan we dus eerst ophalen in het asiel. Ik heb er super veel zin in. Hier afronden, alles huis schoonmaken en dan richting het asiel. En daarna naar het airport om die vlucht in te gaan, naar Nederland te gaan. Nou jongens, wish me luck. Nick, je mag tekenen. Heb je een pen, Gwen? Ja. Oh hier, wacht, hier is een pen. Oh. Daar gaat ze hoor. Waar we hier tekenen? Ja, we daar tekenen. Hè? Ik heb een hele leuke chihuahua trouwens. Weet je dat niet? It's yours. Heb je er nog één? Nou, Nien. Nou jongens, hij wordt niet van mij, maar... Ja, precies. Het is heel eenzaam. Wel even. Want ik heb grote handen thuis en... Top! Nou jongens, daar gaan we. Is dit niet Twinkle? Nee, dat is niet Twinkle. Ben je klaar voor? We gaan nu naar de kennel. Hi. Waar we Twinkle gaan ophalen! Niet huilen, hè? Niks helemaal emotioneel. Hoe leuk, jongen. Hier zitten trouwens de katten, dat heb ik nog niet laten zien. Hoi. Hoi. Ja, doe ook even een shout naar de katten. Ja, als jullie op Curaçao zijn, jongens. Nee, dat heb ik wel gezegd, maar alle hulp is welkom. Twinkle. Twinkle denk ik. Dat hij weer opgesloten is. Nee! Twinkle vond het niet echt leuk. Nee. Dan gaat hij nu niet weg. Nee. 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 Oh, heb je nog een plas gedaan? Oh, wat is hij mooi. Hij heeft groot op. Nee, hij zit rustig, dus daar. Ja. Daar. Maar ja, Tom. Kijk, hij zit natuurlijk, omdat wij moeten van tevoren op de airport zijn. Ja. Dus hij zit ja, er wat langer. Ja, het is best lang. Ja, ik weet het. Maar weet je, de katten vinden, ze gaan pitten. En zeker als het vliegtuig eenmaal opgestegen is, dan is het gewoon rustig. En dan gaan ze slapen. Oké, is het even bij. Ja? Yeah? Jullie zijn ook mooi, jongens. Ik heb nagelbijtspul op, dus ik kan je niet echt in je mond aaien. Maar jullie zijn zo ongelooflijk mooi. Zou deze ook mee mogen? Nee, ze zijn nog te jong. Ze mogen vanaf 3 maanden vliegen. Maar hoe oud zijn deze dan? Ik denk 2 weken. Nou, nee, dit zijn denk ik 6-7 weekjes. Oh, hey. Ja! Zijn we er klaar voor, jongens? Sokker! En ga jij met mij mee? Ga jij met mij mee? Hey! Oh god, dan moet jij maar die kant op. Sokker! Ga jij met mij mee naar Nederland? Gaan wij op zoek naar een goede baas voor jou? Ja, hè? Kom maar, schat. Dat is voor een goed doel, vriend. Ja, ik snap dat je het niet zo leuk vindt, maar ja. Ik snap het, hoor. Ik snap het echt. Nou, vriend, daar gaan we. Nas dabei! Doei, jongens. Ben je er blij mee, niet? Ik vind het wel moeilijk dat ik dan deze nu meeneem en dat die daar allemaal zo... Ja. Misschien komt iemand anders ophalen. Ja, ik hoop het. Nou jongens, we hebben alles gedaan, alles gecheckt, alle papieren. We gaan ze nu afgeven.
Nick is nog even mijn kleine vriend de knuffel aan het geven. En ik zal even kijken hoe het met de kat gaat. Hallo! Hij is alleen maar aan het jouwen. Ja. Maar hij is voor een goed doel, jongen. Mijn jongen, toch? Ja. Moken! De schat. De schat. Het regen. Ik heb niet kunnen slapen, dus ik heb nog steeds niet geslapen. Ik ben al bijna 24 uur wakker. Heel heftig. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb net gedoucht. En ik heb nog iemand schoongemaakt. Namelijk mijn grote vriend. Oh, loopt hij net weg. Kijk eens jongens, hier is mijn grote vriend Sokker. En Sokker is gedoucht en ruikt lekker. Had de hele bench onder gepoept. Dus ik was op Schiphol. En iedereen zat met aan het kijken van, heb je scheet gelaten of wat ruikt die hond vies. Maar het boeit me eigenlijk niet zoveel. Want kijk nou even op deze kop. Dus hij is helemaal blij, ligt voor het eerst in de mand. Hoe leuk. Ik heb nu een afspraak. En dan kom ik terug en ik chillen met hem. Nou jongens, ik kom terug van mijn afspraak. En kijk eens met wie ik even de hei op ben gegaan. Met Sokker. En Bommel loopt ook ergens, maar die loopt. Bommel! Kom weer! Ja! Oké, daar komt Bommel ergens in de verte. Ja, ik had de afspraak. Daar komt Bommel aan rennen. Ik weet niet of jullie hem ergens zien. Volgens mij rent hij hier. Ik weet het niet zeker. Bommel! Hier ben ik! Ik ga zo even met Estelle eten bij Loetje. Want ik moet tijd doden. En Estelle en ik hadden al een tijdje contact. Gezellig. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk. Zie ik Est even gezellig. En blijf ik wakker. En daarna ga ik echt zo snel mogelijk mijn nest in. 5 uur ga ik met haar eten, dus over 50 minuutjes. Sokker! Wil bij me blijven, hij loopt gewoon bij me. Het is echt bizar, ik heb hem de halsband opgedaan. En normaal dan raken ze in paniek. Omdat ze natuurlijk een halsband ineens omkrijgen, terwijl ze dat niet gewend zijn. Maar hij blijft gewoon super chill. Ja, dit is leuk, want nu moet hij dus over de tak heen. Sokker! Ik ben benieuwd of het hem lukt. Sokker, kom! Kom maar! Ja! Net een paard. En ook de riem, dat gaat ook prima. En hij loopt gewoon naast me en hij luistert naar me. Dat is echt bizar. Dat is gewoon echt niet normaal. Je ziet het, hij blijft gewoon continu bij me lopen. Dus ik zie net dat ik niet heb afgesloten de video. Maar ja, zoals je zag ben ik thuis. Ik had een jetlag, ik ben dood op. Dus vandaar dat ik hem niet heb afgesloten. Maar goed, toch wil ik even zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje achter te laten. En niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei!